Salah. Voor Mbappé, eerste kans uit de goal. De Bruyne. Oh, De Bruyne. Oh, Courtois met een geweldige hand. I've always dreamt of winning this competition. So now I'm going to touch that cup. Dag iedereen, welkom bij de Champions Club. Het is weer tijd voor de UEFA Champions League. We zijn aanbeland aan de kwartfinales. De laatste 8 heenwedstrijden van de kwartfinales worden op dinsdag en woensdag gespeeld. En daar ga ik het komende half uur, 40 minuutjes op vooruitblikken met Peter van den Bemt. Goedemiddag. En met Frankie van der Elst. Dag Nicola. Dag mannen. Peter, Frankie, is dit nu de allerdrukste periode van het jaar die aanbreekt? Ook nog midweek speeldagen en zo in de Pro League, play-offs, Champions League, kwartfinales? Of is het voor jou altijd even druk? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ook in het najaar heb je Interlands en dan heb je midweek voetbal, Champions League. En, zal ik het anders zeggen? De meest boeiende periode dan? Ja, dat natuurlijk wel. Hè. Zeker in de Champions League. Begint het dan nu toch echt? En ook in de nationale competitie zijn de play-offs begonnen. Dus ja, het is zeker de boeiendste. Van 32 ploegen naar 8, Frankie. In België is dat andersom. Naarmate het seizoen vordert, komen er weer titelkandidaten bij. In de Champions League zijn er nog 8 kandidaten om de finale te halen. Mm-hmm. Op Wembley op 1 juni. Wat heeft jou verrast in de 8e finales? Goh, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Echt verrast. De uitschakeling van Inter, had je dat zien aankomen? Nee, dat had ik niet zien aankomen, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ook niet na de heenwedstrijd. Oké, het was maar 1-0. Hè. Dat was magertjes gezien wedstrijdverloop. Dus ik had toch gedacht dat Inter dat over de streep zou trekken bij Atletico. Maar goed, Atletico was dan thuis wel heel erg sterk. Ja, ze waren echt, echt heel sterk. Daar, ja, in een geweldige sfeer. Een typische Atletico-wedstrijd. En ze hadden het eigenlijk al eerder kunnen beslissen. En natuurlijk op de tegenaanval had Inter het dan weer moeten beslissen. Maar ik denk vooral dat Inter het op de verkeerde manier heeft aangepakt. Als ze zelf nog eens een dominante zelf waren geweest, zoals in die thuiswedstrijd waar jullie dan waren, ja, hadden ze het toch voor elkaar gekregen, denk ik. Maar goed, Atletico thuis, dat is toch nog altijd iets speciaals. Het was echt nog eens het Atletico zoals we dat allemaal verliefd op zijn geworden. De ambiance en het volk en de grinta. En het viel allemaal aan de goede kant. Ja, dezelfde finale als vorig seizoen gaan we dus al niet krijgen, want de verliezend finalist is uitgeschakeld. Frankie, we zijn ook PSV kwijtgespeeld. Die hebben ons ook wel gecharmeerd doorheen de groepsfase en in die wedstrijd tegen Dortmund. Uiteindelijk een gemiste toch te kans. De eerste 25 minuten na 30 minuten werden ze overspoeld door Dortmund. Maar ook daar maar 1-0. Waren ze eigenlijk wel goed weggekomen in de eerste helft. Maar in de tweede helft hebben ze... waren zij de dominante ploeg, maar waren ze niet goed genoeg in het laatste gedeelte. Er waren momenten dat je dacht van hier kun je toch veel meer uithalen. Dus ik denk echt wel dat ze dat in Eindhoven nu wel eens een gemiste kans zien. Ja. Nou, want ik heb de heenwedstrijd dan gedaan, dus dat was een leuke wedstrijd tussen twee aanvallende ploegen. Maar goed, onze conclusie was toch, het zijn eigenlijk twee ploegen die in principe uitgeschakeld worden in de 8e finales. Ja. Alleen omdat ze niet tegen elkaar spelen, zal er gaat er één door. Ja, voilà. Ja, het is einde verhaal voor PSV, trouwens ook voor Napoli, voor Lazio, voor Leipzig, gaan we straks nog op terugkomen. Kopenhagen, Sociedad en Porto, die liggen er allemaal uit na de 8e finales. Eindstation was dat voor hen. We gaan eens kijken wat de loting dan opgeleverd heeft voor de kwartfinales, want we hebben dus 8 ploegen nog over. Wat heeft dat voor wedstrijden opgeleverd? We hebben Real Madrid tegen Man City op dinsdag, morgen 9 april. Ook Arsenal tegen Bayern München. Atletico speelt tegen Borussia Dortmund en ook nog Paris Saint-Germain tegen Barcelona. We hebben nog 3 Spaanse ploegen bij de laatste 8. 2 Duitse, 2 Engelse en 1 Franse ploeg. En die 3 Spaanse ploegen die hebben trouwens allemaal niet moeten spelen afgelopen weekend, omdat er bekerfinale was in Spanje. Maar welke van die wedstrijden kijken jullie het meeste uit? Toch naar Real City. Hè. Dus de dominante leider in Spanje. De ploeg die dikwijls al de Champions League gewonnen heeft. Keer of 14? 14. 14, toch. Dus ja, die zich als een vis in het water voelen als er Champions League voetbal aankomt tegen de ploeg die het vorig jaar gehaald heeft. Dus dat is de absolute topaffiche. Ja, ze hebben de laatste jaren wel vaker tegen elkaar gespeeld. Peter, je hebt vorig seizoen ook de confrontatie in de halve finale gezien. Memorabele avonden, vooral het jaar voor die nog. Ja? Met die spectaculaire remontada in de halve finale in het jaar van de remontadas van Real. Was ongelooflijk qua beleving. Hè, met Rodrigo die nog 2 keer scoorde. Vorig jaar
Ja, blijf ik tot op vandaag beweren. Van het allerbeste wat ik van City heb gezien in een Europese wedstrijd. De eerste helft, het eerste half uur, de eerste helft, zeg maar, tegen Real Madrid. Gewoon gedeclasseerd. De terugwedstrijd was dat, de demonstratie. Ja, de terugwedstrijd, ongelooflijk. Ja. Ik bedoel, ja. Goed, in de finale hebben ze dan helemaal dat niveau niet gehaald. En Inter had ook makkelijk kunnen winnen. Mm-hmm. Maar ja, dat was toch van het allerbeste voetbal. Want ik weet, het is een beetje een belegen cliché. Maar af en toe hebben we toch het Barça-gevoel bij het voetbal van City. Zo mooi allemaal, maar ja, komt er ook nog wat van het balbezit? En daar was het fenomenaal. Dus met welke verwachtingen trek jij morgen naar Bernabeu? Morgen denk ik dat het toch een beetje een gesloten wedstrijd zal zijn. Een beetje afwachten. Maar, en dat zal ook zo gebeuren, Ancelotti is slim genoeg. Real gaat zeggen, voetbal maar, mm-hmm. City. En ze hebben natuurlijk zelfs in de wedstrijd van City tegen Crystal Palace gezien dat er mogelijkheden liggen in de omschakeling. Want City heeft nu alles bij elkaar dankzij de Bruyne vrij vlot gewonnen. 2-4 winst bij Crystal Palace. Ja, maar eerste keer al, balverlies van Rodri was het slecht inspelen. Met twee tikken waren ze ineens weg, want ze stonden natuurlijk op de middenlijn. En tegenavel, nog eens nadien, om de 2-2 te kunnen maken, nog eens een bal tegen de lat. Dus als je dat doet, en je hebt dan meer kwaliteit, hè, met Vinicius, Rodrigo, Diaz, noem maar op. Ja, dan ga je toch moeten opletten, denk ik. Maar goed, in principe is City toch de grote favoriet. Allee. En ook nu hebben ze het voordeel dat ze de terugwedstrijd in eigen stadion spelen, Frankie. Ja. En daar maakten ze dus het verschil. 4-0 werd het uiteindelijk vorig seizoen. Nee, dat maakt zeker het verschil. Maar ik denk ook wel dat Guardiola dan inderdaad ook wel beseft dat hij een beetje zal moeten opletten. Misschien minder dominant zal willen spelen. Daarom zal hij dat misschien in de heenwedstrijd. Dat hadden we al een paar keer ook eerder gezien. Dat was de omslag die hij vorig jaar heeft gemaakt. Ja. Dat hij wel eens wedstrijden, tussen aanhalingstekens, alle verhoudingen in acht genomen, wat defensiever heeft aangepakt. Hem niet meer zomaar in het mes lopen zoals in zijn. Vorig seizoen was het 1-1 in de heenmatch in Madrid. Nu. Maar als je kijkt hoe kwetsbaar Real was, ik weet niet of... Ik wou er net op komen, ja, absoluut. Tegen Leipzig. Ja, ze hadden er ook kunnen uitleggen. Makkelijk. Ja. Heel makkelijk. Want over de twee wedstrijden, ook in Leipzig, had Leipzig eigenlijk meer kansen. En was het de betere ploeg. Eigenlijk. De doelman van Real Madrid was twee keer de beste man. Ja, en helaas, we moeten het zeggen, maar het is zo. Als Openda een beetje bij schot is of het toorinstinct heeft van noem maar iemand anders, ja, dan zit Leipzig vandaag in de kwartfinale, niet Real Madrid. Ja, afgelopen weekend was hij wel op dreef, Openda. Twee goals en twee assists voor Leipzig. Maar tegen de Koninklijke lukte dat niet. Dus wat is jouw verwachting, Frankie? Real Madrid, ze hebben in de omschakeling misschien mogelijkheden. Er is met Bellingham ook een groot verschil natuurlijk. Een topspeler erbij gekomen. Maar maken ze kans volgens jou? Real? Ja. Real maakt zeker kans. Ze maken zeker kans, maar mijn gevoel zegt nog altijd dat City, maar ze maken zeker een kans. Ik heb City genomen als nog maar eens de Champions League winnaar, maar... Moedige keuze. Ik durf dat niet zomaar beweren. Dat jij ook alweer? Zo gaat gebeuren. Barcelona. Want Real Madrid, Peter heeft ze net opgenoemd. Hè. Zoveel kwaliteit voorin, zoveel snelheid. Scorend vermogen met Bellingham er nog eens bij. Een geweldige passeur zoals Kroos, die makkelijk die vrije man in de ruimte kan bedienen. Valverde, die onder 20 minuten kan voetballen. Dus, en ze zitten ook aan een lange reeks van wedstrijden waarin ze goede resultaten boeken. City en nog veel langer, het is van in december geleden geloof ik, dat ze nog eens hebben verloren tegen Aston Villa. Ik denk één keer in 35 matchen verloren, nu 24 wedstrijden zonder nederlaag. Toch een heel zware... Ze hebben dus daar een aantal op korte tijd competitie, verloren. Ja. Ja. Zonder Rodri, dat was ook wel opvallend. Iedere keer dat Rodri niet meedeed, verloren ze. Maar als je nu kijkt, hè, zoals de wedstrijd nu van zaterdag tegen Crystal Palace, dus je kan dan Bernardo Silva en Foden gewoon even inbrengen. Op de bank zetten. Ja. En wie dan in de plaats speelt, is dan, ik zal nu zeggen, de Bruyne of Grealish. Of, het is fenomenaal. En waar ik wel naar uitkijk, is het duel tussen Foden en Bellingham. Twee spelers die mij op Wembley recent, toen de Belgen daar speelden, nog maar een keer verbijsterd hebben. Gewoon verbijsterd. Die Foden was niet normaal.
de versnellingen, de dribbles door het midden, was uiteindelijk toch nog altijd, ja, ik zou bijna zeggen, zijn beste positie blijkt te zijn. Zeker. En ook nog eens, zoals hij dat tegen Napoli ook gedaan heeft, in de Champions League, Bellingham. Wow, dat is voor mij op dit moment misschien wel de beste van de wereld. En zijn statistieken zijn een heel stuk minder geworden bij Real. Dat was ook niet altijd. Ja, dat is waar. Maar in een onnozele oefenwedstrijd, winnaarsmentaliteit gekoppeld aan een motor, ongelooflijk grote motor. En dan ook nog de kwaliteiten. Ja, sensationeel. Dus ik kijk daar alleen al naar dat duel, kijk ik. Hè. Ja, en dan is er nog Kevin De Bruyne. Waar zetten we die op dit moment? Hij is nu een maand of twee terug. Scoorde twee keer, gaf een assist in die jubileumwedstrijd. Tegen Arsenal was het minder. Als je moet afwegen tegen de allerbeste Kevin De Bruyne, dan moet je eerder kijken naar de wedstrijd tegen Arsenal. Omdat dat toch een andere tegenstander is. Blijkbaar heeft hij nu zelf afgelopen weekend ook gezegd, het is met ups en downs, mijn lichaam niet altijd volgen. Hij vat het zelf goed samen, want ik heb de wedstrijd gezien tegen Crystal Palace, en natuurlijk was hij bepalend, twee formidabele doelpunten en nog een assist, maar om nu te zeggen dat hij de hele wedstrijd door heerste over het veld, ik vond dat niet eerlijk gezegd. Dus ik was een beetje verbaasd over Guardiola. Guardiola niet, want dat hoort erbij. Maar over de loftuigingen ook in de media van De Bruyne. Ja, natuurlijk, hij was bepalend, daar kan je niks over zeggen. Maar wat hij zelf ook aan... Ja, De Bruyne heeft al 100 veel betere wedstrijden gespeeld. Ja. Dat gaat dan vooral over de kwaliteit van zijn doelpunten. Natuurlijk. En wat heeft hij dan nodig, Frankie, om weer dat niveau aan te tikken van weleer? Ja, nog wat tijd, denk ik. Ik denk dat we wat tijd, wat wedstrijden. Tegen het EK, Vooral ervoor zorgen dat hij niet weer geblesseerd geraakt. Dus niet iedere keer 90 minuten spelen. Oké, goed, nu zitten ze daar natuurlijk in de competitie ook in een beslissende fase. Waarin een keer rust geven wat moeilijker wordt. Denk ik, maar ik zou er toch voorzichtig mee omspringen, als dat nog kan. Ze zaten op de bank, Haaland. Midweek, inderdaad. Die wedstrijd tegen Aston Villa, dat kan. Roteren is geen probleem op het moment voor Guardiola. En achteraan toch een beetje problemen. Zo, hij klaagt er wat over. Walker is uitgevallen dan in de eerste interland van de Engelsen. Aké. Guardiola nu wellicht ook met een blessure vervangen. Opnieuw Guardiola. Ja, misschien is hij fit, dat weet ik nog niet. Maar hij is ook naar de kant gegaan. Dus daar zit het een beetje dun. Dus die Rico Lewis speelde nu. Ja. Ik zat ook altijd veel trekt op het middenveld mee. Dat wou ik daar net toevoegen. Ik denk niet dat hem met een flankverdediger naar binnen gaat spelen tegen Real in balbezit. Toch maar wat zekerheid. Ik denk dat dat wat voorzichtiger allemaal gaat zijn. Ja. Ik onthoud dat het alle kanten nog uit kan. Het voordeel in principe, ik zou zeggen, als ze allebei op de afspraak zijn, gaat het toch City zijn. In principe wel, denk ik dan maar. In de titelstrijd hebben ze ook nog werk. City, Liverpool, Arsenal. Arsenal dat afgelopen weekend won. En ook in die kwartfinale staat liever. Zij spelen tegen Bayern München, morgen in Emirates. Laatste onderlinge ontmoetingen werden altijd ruim gewonnen door Bayern München. Lang geleden. Mm-hmm. Ja, het is lang geleden. Ja. Meestal na de heenwedstrijd al beklonken. Ja, nu is het zo evident niet, denk ik, om te voorspellen wie doorgaat. Nee. Al had Arsenal veel moeite met Porto. Ja, maar afgaand op wat ze tonen in de eigen competitie en het sukkelseizoen van Bayern, toch gaat, denk ik toch, dat het Arsenal kan of zal worden. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ja, tenzij dat Tuchel ze nog eens helemaal scherp krijgt voor die Champions League. Maar het is ook het voetbal van Bayern met scherpte. Tegen Dortmund ook vorige week. Veel balbezit, maar geen verrassingen meer in het spel. Ik vind het wel jammer dat Coman, die viel daar dan in, dat hij toch weer geblesseerd is geraakt. Gnabry is terug. Ja, die zorgt af en toe wel nog voor iets fris, maar ook de kwetsbaarheid, ook een beetje wat we kunnen zeggen achterin over de wedstrijd van City afgelopen weekend, is er ook bij Bayern nog afgelopen altijd. Weekend stonden ze 0-2 voor bij de rust, verliezen ze nog met 3-2 van een promovendus. Ja, het was een ander centraal duo, geen Dyer, geen De Ligt, maar dat kun je niet voorstellen van Bayern. 0-2 voor tegen... Als Tim Kleindienst twee keer scoort tegen je ploeg, dan heb je wel een probleem. Maar heb je gezien hoeveel
ruimte dat er lag, daar centraal tussen Kim en Upamecano was het. En dat was echt niet normaal. Dat Bayern zijn, dat je dat kan overkomen. Natuurlijk ook daar hebben ze Musiala. Allee, ik ga hem niet vergelijken met Bellingham. Het is toch nog een klein beetje een ander type, maar een geweldige voetballer natuurlijk. Maar nee, ik denk Peter, denk jij inderdaad dat Arsenal kans maakt? Want Bayern in de Champions League... Voor mij is Arsenal in deze favoriet. Ja. Want die zitten wel in een goede flow. Ja. Het was een spektakelarme wedstrijd tegen City. Een week geleden, of moet ik zeggen? Ja, een dikke week geleden. Maar, wel City onder controle gehouden. In bepaalde delen van de wedstrijd zelf de betere ploeg geweest. Ook een paar kansen geforceerd. Ja, dat is dan toch tegen de grote favoriet. Voor defensief zijn ze ook ijzersterk. Ja, door de manier waarop die ploeg staat, creëren ze weinig kansen. Dat is een elftal dat uitstekend in elkaar zit. Scorend vermogen heeft. Mm-hmm. Dat hij nu aan kop van het klassement houdt. En wat je zegt, defensief goed in elkaar zit. Dus en vertrouwen heeft. En de enige onbekende factor is, en wat Frankie ook al aanhaalde, kan het zijn dat Bayern in de Bundesliga zegt, dit is toch een verloren strijd. We focussen nu op de Champions League. Dat zou me eerlijk gezegd verbazen. Maar ze hebben natuurlijk meer dan genoeg kwaliteit, zeker in het offensieve compartiment, om ineens toch een sterke prestatie... Het is het enige doel dat resteert. Tuurlijk. En Tuchel, heeft wel een paar troeven. Heeft al de Champions League gewonnen. Finale een keer gehaald met PSG. Kent ook Arsenal, kent de Premier League. Dus dat zijn wel troeven die hij heeft. Maar er zit... ik denk dat er veel ongenoegen ook binnen dat elftal zit. Ook in de relatie Tuchel-spelers. En of je dat dan allemaal recht kunt krijgen voor... Ja, je moet rekenen op het eergevoel van de spelers zelf. Die zeggen van met deze trainer hebben we het gehad, maar we doen het voor onszelf natuurlijk. Ook dat is er, die grote onzekerheid over wie wordt daar volgend jaar nu trainer. Daar gaat het ook elke dag van de week over. Zelfs Hansi Flick wordt al wel een keer genoemd om eventueel... Nagelsman terug. Zelfs Nagelsman, want Uli Hoeneß heeft gezegd... Ja, ik begrijp niet waarom de vorige sportieve bazen, onder wie dan Oliver Kahn en Salihamidzic was het zeker, vorig jaar Nagelsmann aan de kant hebben geschoven, want toen waren we nog in de running, wat waar was, voor de triple. Ja. En een week later waren er al twee verdwenen. Dus een echt geweldige beurt maakte het. Ik heb de wedstrijd nu niet gezien. Hè. Ik heb de opstelling gezien, maar ik weet niet hoe dat het middenveld samengesteld was. Maar als... Ik heb vorige week gezegd met Müller, Goretzka, Laimer op het middenveld. Ja, die Pavlovic was heel erg goed in de Champions League. Die was geblesseerd. Dat is wel jammer. Echt wel heel... Die was helemaal boven water gekomen. Ja, zeker. Arsenal speelt eerst thuis. Leandro Trossard, we weten niet of die aan de aftrap zal staan of niet, maar hebben jullie zijn doelpunt gezien van afgelopen weekend toevallig? Nee. Heerlijk afgemaakt, zeker zijn achtste doelpunt al in de Premier League. En onlangs, tijdens de interlandbreak, kon collega Michael van Varenberg spreken met Leandro Trossard. En het ging onder andere over de positie waarop Trossard uit de voeten kan. Dat zijn er eigenlijk veel en Trossard zei er zelf het volgende over. Ik denk dat het ook een beetje van het systeem afhangt. De manier waarop de coach mij wil laten spelen. Ik speel super graag ook als valse 9 bij Arsenal, maar ook op de flank. Dat is ook mijn natuurlijke positie. Ik heb ook al vaker, gelijk gezegd, op 10 gespeeld. Als ik maar kan spelen, ik voel me gewoon super goed in al die posities. Ja, dat is er ook wel aan te zien dat hij zich goed voelt in meerdere posities. Hebben jullie een voorkeur als je Trossard kan zetten waar je wil of waar je mag? Ik zou hem toch van op de flank zetten. Vanaf links. Vanaf links. Binnen laten komen. En dribbles. Maar wat Trossard, ik zie hem ongelooflijk graag spelen. Omdat je krijgt altijd wel iets. Oké, hij speelt mindere matchen uiteraard. Maar ook bij zijn invalbeurten. Hij heeft toch altijd één moment. Waar het die beslissend kan zijn. Alleen wat ik wel opvallend vond, Peter, ik weet niet wat jij ervan vond, nu ook weer in het weekend, geen Martinelli, geen Trossard die begint, dan staat Gabriel Jesus daar op de flank. Het was 2 weken geleden, of iets meer dan een week geleden ook zo.
Dat blijf ik wel heel raar. Ik weet dat Guardiola dat ook wel eens gedaan heeft. Vanaf de flank gezet, maar dat is toch een beetje raar. Ja, dat vond ik dan toch wel raar. Als je die twee hebt, of als je Trossard hebt, dan je dan Jezus, tenzij hij lokte zegt... wel een penalty uit nu, bijvoorbeeld. Ja, ja, de eerste goal van Arsenal, dat is ook geen slechte speler. Nee, maar dat is toch een diepe spits. Ja, toch, hè? Het is niet dat... Ja, Havertz, oké, is verbeterd in de loop van het seizoen. Maar dat is toch ook geen echte spits. Nee, maar die zit wel aan bijna dubbele cijfers ook in de Premier League. En het is dan toch het gelijk, denk ik, van Arteta. Dure aanwinst. In het begin heel moeizaam, maar nu scoort hij vaak. Ja, ze heeft al eens een Champions League finale beslist. Ja, zeker. Ja, maar goed. Dus slechter dan eens in het begin van dit seizoen. Ja, tuurlijk. Ja. Was het terecht. Ja, maar heeft ook al wij zaten daar, Peter, Arsenal, Sevilla. Toch? Ja, zeker. Ik weet nog dat jij zei. Lijzig. Lijzig is het woord voor. Oh, slechte wedstrijd. Dat was een verschrikkelijk slechte wedstrijd. We hebben zo in slaap gevallen. Ja. maar goed, oké. Okay, maar ze zijn wel op zoek naar een spits. Toch? Ja. Voor een stel van wel. Ja. Het komt het gevaar wel van allerlei kanten bij Arsenal op dit moment. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd of de vloek van Harry Kane dus echt niet bestaat. Het is denk ik van 2011 of 12, misschien weet jij het, geleden. Ja, een jaar of 12. Ja. Dat Bayern niets pakt. De kans is stel je maar eens voor dat het dan net is op het moment dat Harry Kane die denkt: ik ga naar Bayern, want die winnen altijd iets. Dan verkopen ze hem in de zomer aan Arsenal. En hij breekt daar gewoon record. Hij heeft het niet echt gelegen. Dat is nog het grappige. Hij heeft er wel weer eentje gemaakt. Hij zit nu aan 32. Maar goed. Maar de transfer met het meeste impact bij Arsenal is dat toch gewoon Declan Rice. Die heb je denk ik... Mm-hmm. Speelde die ook mee op Wembley? Ja, toch? Hè? Ja. Is die... Als we het hebben over evenwicht en over het defensieve, ja, Rice brengt het allebei. En inderdaad, volume is ongelooflijk. En zo dat oprukken, bal aan de voet, zoals hij dat kan. Hij is ook voor de Engelse nationale ploeg een key player. En ik denk dat hij ook naar City komt, denk ik. Ja. Ik zou zeggen, waar zouden die dan nog bij gezet hebben? Ja. Dus is het ook goed voor het voetbal en de Premier League en noem maar op, dat hij dan bij Arsenal terechtgekomen is, waar zijn invloed groter is dan die bij City zou zijn geweest. Dus ja, het was ook 100 miljoen zeker of zoiets. Ja, het was veel. Ja, dus soms denk ik, ja, 100 miljoen, dat is geschift, maar... Maar tussen aanhalingstekens, ja, die zijn dan wel waard. En Leandro Trossard die wees ons er ook fijntjes op dat Rice ook offensief zijn bijdrage levert. Al 6 doelpunten gemaakt en 5 assists in de Premier League. Je ziet wel wat voor een waardevolle speler hij is voor ons. Het is een supergoede speler. Niet alleen in het verdedigende, waar we zeker zo'n speler nodig hadden, maar ook naar voren toe. Ik denk dat hij ook al meer goals en assists heeft dan wat hij heeft gehad in de Premier League bij West Ham. Dus ja, je ziet gewoon dat als hij op het veld staat, dat hij een soort rust uitstraalt ook naar de ploeg toe. En dat helpt zeker als je een beetje onder druk staat tegen goede tegenstanders ook. Arsenal-Bayern met de Gunners dus als favoriet. Maar woensdag, Peter, ga jij doorreizen naar Parijs. PSG-Barcelona. Ik had het mij gemakkelijk kunnen maken. Niet zoals mijn goede vriend Gert Verheij dat overigens doet. En in Madrid blijft natuurlijk voor. Maar ja, PSG-Barcelona, ja, daar kijk ik toch zeker evenveel naar uit als naar Real City. Waarom? Ja, gewoon ook twee goede ploegen. Luis Enrique kijkt Barcelona in de ogen. Ik was er nu net in L'Equipe een stuk over aan het lezen. Luis Enrique tegen Xavi. Nog lang samen gespeeld, de opkomende Xavi en het tweede deel van de carrière van Luis Enrique. Nog 1 jaar zijn coach geweest. Heel lekker liep dat toch niet tussen die twee. En Xavi heeft later, niet dat ze menselijk niet overeenkwam, maar voetbalfilosofie. Hij zei ja, Luis Enrique, grote verdienste voor de club. Ja, uiteraard, hè, de treble gewonnen. Maar voetballen een beetje terugzakken en dan op snelle tegenstoot. Hij zei, kan je je voorstellen dat we in de beker scoorden op de tegenaanval tegen Atletico Madrid? Xavi vond dat eigenlijk vloeken in de kerk. Hij vond dat eigenlijk een belediging voor Barcelona. Scoren op de counter tegen uitgerekend Atletico Madrid. Hij zei, nee, ik hield toch meer van de oude stijl. Het is 2008 en 2012, waar wij
Barcelona voetbal speelde. Dus daarom alleen al. En natuurlijk, Frankie, het verbindt ons voor tot in de eeuwigheid samen. Het verbindt ons, ja, de remontade natuurlijk. Dus ik denk dat 4-0 zal zijn. En dan volgende week gaan we nog eens naar Camp Nou. Is PSG klaar voor dit duel? Afgelopen weekend hebben ze 1-1 gelijk gespeeld tegen de Rode Lantaarn. 6 of 7 veel meer. Er waren er 11 anderen. Ja, voilà. 11 in vergelijking met de bekerwedstrijd. Want midweek hebben ze beker gespeeld tegen Rennes. Ja, en de finale gehaald. De finale gehaald tegen Lyon. 1-0 gewonnen, maar we zouden met veel meer verschil kunnen winnen. Het was veel gemakkelijker, al waren dan toch weer zo'n redding of twee nodig van Donnarumma. Maar het was makkelijker dan de 1-0 laat uitschijnen. Wat voor mij meer referentiewedstrijd was, was in het weekend ervoor bij Marseille. Mm-hmm. Toch altijd, ja, misschien wel de moeilijkste wedstrijd van het jaar. Ginder in Le Vélodrome. Rode kaart, belachelijke rode kaart overigens voor Beraldo. Begrijpelijk, maar wat. En 0-1 voor. Met 10, toch 0-2 gewonnen op het veld van Marseille. En nu inderdaad, heet in het Frans bij de nationale ploeg, maar dat zijn de coiffeurs. Dat is de coiffeurs heet dat. De tweede ploeg. Tweede, bedoel je? Dus meestal, de Fransen winnen dan hun eerste twee wedstrijden in de groepsfase van een groot toernooi. De derde wedstrijd. De coiffeurs. Ja, dat gaat. Ken je dat niet? Nee, dat heb ik niet. Er staat zo altijd de coiffeurs. Ik zag in de ploeg namen die ik nog niet eerder had gezien. Ik heb ze ook moeten opschrijven. Mayulu, ja. Zage, ja. Tenas, dat is een keeper zelfs. Ja, die heeft al wel een keer gespeeld. Dat is een groot talent, die komt uit de jeugd van Barcelona. Bij deze, het is een Spanjaard? Ja. Bij deze genoteerd. Maar het waren 11 anderen. En inderdaad, het was echt de spelers die eigenlijk tweede rang slot speelden. Maar die twee jongens stonden voor het eerst aan de aftrap. Allebei 17 jaar heb ik genoteerd. Ja. Het waren de facteurs. De coiffeurs. Die wedstrijden staan ook al 12 punten uit 10. In de kip stond ook à oublier, om te vergeten. Hier houden we geen rekening mee. Kampioen worden ze sowieso. Want Paris Saint-Germain, Luis Enrique heeft eigenlijk gezegd, en blijkbaar hebben de Qatari zich in dat project ingeschreven. Kijk, het eerste jaar hier bij Paris Saint-Germain wil ik het elftal een identiteit geven. Mentaliteit en identiteit. En tussen aanhalingstekens, trofeeën zijn minder belangrijk. Volgend jaar moet het erop zijn. Alleen is er nu de voorbije week, door de gunstige loting, want ze zitten aan de B-kant van de tabel. De winnaar van dit duel, PSG Barça, speelt tegen de winnaar van Atletico tegen Dortmund. Dat is de makkelijke kant. Onmiddellijk na de loting kon je in de Franse media lezen: holala! Dus het discours bijna de la voix ouverte. Het discours is veranderd intussen. Ja, ineens zeggen ze, niet van Luis Enrique vooral duidelijk, maar zo, bij de club is ineens gaan, wij kunnen hier de treble pakken. Ja. Ineens kunnen wij misschien, dat is typisch Frans natuurlijk, de Champions League winnen. En er zijn voortdurend spanningen met Mbappé. Nu ook weer. Nu niet. Hij zat op de bank en is dan ingevallen. Dus nu, maar op Marseille. Moest hij naar de kant. Gezicht op onweer. Plus nog een op zijn sociale media, ik weet niet, Instagram of Twitter of zoiets, nog eens een veelzeggende foto gepost en zo. Dus ja, ze smullen ervan natuurlijk. Maar ja, Mbappé wil zich nu al populair maken natuurlijk. Bij de socios van Real, door Barcelona eruit te kijken. Ja, dat zal wel zijn natuurlijk wel. Dus wat mij betreft zijn ze wel klaar om tegen Barcelona te spelen. Wat met de tegenstander, Frankie? Barcelona, dat hoefde niet te spelen afgelopen weekend. Maar ze zijn beter bezig, zeker qua resultaten. Er wordt nu zelfs gezegd dat Xavi alsnog moet aanblijven. Dat gaat niet gebeuren. Nog maar eens duidelijk gemaakt dat niet gaat gebeuren. Nee, maar goed. Barcelona is inderdaad aan de beterhand. Wat mij daar bij Barcelona zeer kan bekoren, zijn de jonge gasten, hè. Lamal achterin, Cubarsí. Die voetbalt alsof dat hij er al... International, Spanje. Ook, alsof dat hij er al jaren staat. 17, dat is wel mooi bij Spanje, Luis Enrique ook. Hè. Jonge gasten die eigenlijk nog maar net komen kijken, die worden ook heel snel geselecteerd voor die nationale ploeg. Hè. Dat deed hij ook met Pedri, met Gavi. Misschien ook Pedri. Misschien Pedri, maar daar gaan ze toch, denk ik, geen risico mee nemen, want die heeft al zoveel spierblessures gehad. En ze denken dan, oké, misschien slaan we de heenwedstrijd over en is het dan meer hersteld en is het een kleiner of geen risico voor de terugwedstrijd. Dus dat is nog een beetje... Ik vind dat ze
aanslag hebben gepleegd op het lichaam van die jongen. Hè. Ja, heeft daar een bepaald moment hoeveel wedstrijden na elkaar gespeeld? Ja, Olympische Spelen dan nog, wat was het allemaal? Precies. Dat is toch... Dat was toch echt belachelijk. Was het. Maar het zal, ik denk wel dat het een close game gaat zijn tussen die twee. Dus ja, ik kijk daar echt naar uit. Naar wat Barcelona dan toch weer een niveautje hoort. Wat zou toch een reuze verrassing zijn als Barcelona bij de laatste vier. Misschien is het wel ideaal voor hen dat ze... Ze zijn sowieso underdog, hè, tegen Paris Saint-Germain, tegen veel andere ploegen waren ze ook geweest. Dat in hun eigen geest zien, dat weet ik niet. Maar wat mij betreft wel, omdat... de kwaliteit en de ervaring, denk ik, bij Paris Saint-Germain groter is. Laporta, wat heeft hij gezegd over Mbappé? Dat hij hem niet zou nodig hebben? Dat is alweer van een tijd geleden. Niet dat hij hem niet zou nodig hebben, maar dat hij toch voor een groot onevenwicht in de kleedkamer gaat zorgen. Ja, omdat hij te veel zou verdienen. Ja, te veel verdienen, te hoog sterrengehalte. Maar de transfer is nog altijd niet officieel. Nee, dat is waar. Het is niet dat Mbappé nog extra motivatie nodig had, denk ik. Maar ja, goed. Waar zien we dan Mbappé bij Real? Je hebt Vinicius, je hebt nog altijd Rodrigo. Dat las ik nu ook vorige week ergens. Dat Rodrigo eventueel naar Arsenal zou kunnen. Las ik ergens. Maar ja, dat is toch waar. Hè. Je moet hem... Klopt. Ga je hem centraal zetten? Wat hij ook wel al een keer gedaan heeft, geloof ik, bij PSG, centraal. Niet, en dan, maar dat doet hij inderdaad liever niet. Komt liever Mbappé? Van die... Ja. Nee, dat is die kleine boosting. Ja. Ja, maar heeft daar wel al een moeite voetballer. En inderdaad, dat deed hij. Hij vertrok daar dan een week altijd uit naar links. Maar... Bij PSG, Peter, is er onduidelijkheid wie op rechtsback gaat spelen, heb ik gelezen. Omdat dus Hakimi is geschorst. En Mukiele, daar heeft de coach helemaal geen vertrouwen in. Wat heeft hij misdaan eigenlijk? Ja, waarschijnlijk niet goed genoeg voor ons. Ja, ook een goede voetballer. Maar, In de ogen van Luis Enrique. Maar die heeft nu een hoofdblessure opgelopen tegen Clermont. En is er door de dokter afgehaald. Dat is het protocol in Frankrijk. Hersenschudding was geweldig genoeg. Luis Campos, de technische directeur, stond daar ook mee. Ze hebben daar moeten op inpraten. Dus hij wou niet naar de kant? Nee, hij wou niet naar de kant. Geweldige discussie. Maar ze hebben gezegd, ja, er toch af. Dus liep dan binnen met nog wat geklop op de dugout. Maar dus moet dan binnen de 48 uur gecheckt worden door een neuroloog. Mm-hmm. Dus is onzeker. Maar goed, wat de grootste waarschijnlijkheid is, en dat is al een paar keer gebeurd, dat Zaïre Emery rechtsback zal spelen en zal verdedigen in balverlies. En dan de hybride positie, zoals dat heet, centraal op het middenveld mee gaat komen voetballen. Dat lijkt de meest plausibele oplossing te zijn. Oké, wel in elk geval ook. Het zijn allemaal topaffiches in die kwartfinale. Ook een leuke match, zeker en vast. En dan, Frankie, hebben we nog Atletico dat dus doorgegaan is tegen Inter. En zij spelen nu tegen Dortmund. Ja, dan ga ik ervan uit. Atletico is nu wel favoriet om door te gaan. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat de collectieve kracht bij Atletico groter is dan bij Dortmund. Dus ik zie hen wel... Ze staan pas vierde in La Liga. Ja, we hebben in het verleden al gezien dat Europese parcours een finale halen. Dat kunnen ze als geen ander. Ja, in de eigen competitie moeten ze nog opletten. Atletico Bilbao staan maar op 2 punten, geloof ik. Trouwens, Dortmund ook. Moet daar ook nog voor strijden. Dus ze hebben een beetje hetzelfde probleem wat dat betreft. Maar ik denk dat er toch wat meer kwaliteit zit bij Atletico dan. Ja. Is Dortmund nog altijd gewoon te onregelmatig? Als je ziet, ze winnen dan de klassieker tegen Bayern, verliezen nu met 0-1 tegen Stuttgart. Ja, een beetje ongelukkig, maar inderdaad verloren. Ze zitten ook in een zeer zware maand. Ze hebben later ook nog Leverkusen, ze hebben dus Bayern gehad. Maar die zijn al een kampioen dan. Ja, oké, maar goed. Je moet er dan hoogstwaarschijnlijk toch van winnen om Leipzig af te houden. Dus en ook niet simpel, verloren Leverkusen. Zo simpel gaat het allemaal niet zijn. Met een friseur, zoals dat dan is. Dus, maar ik... ook al heeft Hummels en Schotterbeck, dat wil ik er nog aan toevoegen, mij enorm verbaasd tegen Bayern. Die waren echt heel erg goed. Met Sjaan ervoor, ook heel erg goed. Maar om terug te komen op die match tegen PSV, ook daar waren ze heel wisselvallig. Eerste helft fantastisch, enorm veel druk naar voren. Tweede helft, zaten ze erdoor, konden ze PSV niet meer afhouden. Dus als je al moeilijkheden hebt tegen PSV in een tweede helft thuis. Nee, als je inderdaad tegen Atletico moet overeind blijven, dat wordt moeilijk wat mij betreft.
Dus, ook maar Peter, je was lovend. Dortmund thuis, je hebt ze tegen PSG gezien. Toen waren ze ook heel goed in de groepsfase, als ik me niet vergis. Wat mij betreft... Dat was de laatste groepswedstrijd. Ja. Ah, zo, ja. Dat was en PSG op de rand van de uitschakeling. Moesten daar iets doen. Het was een absolute topwedstrijd van de twee kanten. Het was misschien wel... Ja, samen met Newcastle, PSG en Milan PSG was wat mij betreft de allerbeste wedstrijd die ik heb gezien in de groepsfase. Met inderdaad ook een zeer, zeer sterk Dortmund en ook een zeer sterk Paris Saint-Germain. Ja. Dus als ze dat niveau halen, komen ze toch dicht in de buurt. Van, ja. Maar goed, dat is al lang geleden. Ik heb ze intussen nog nauwelijks zien spelen. Ja, maar ik vond ze tegen PSG eerste helft heel goed. De eerste half uur waren ze... En terugwedstrijd thuis, je kan toch altijd een verschil maken. Bij Dortmund zit er ook één Belg natuurlijk. Witzel en Vermeeren misschien bij Atletico. Komen wie weet in actie, maar nee. Duranville... Vermeeren niet, Witzel wel. Duranville, die heeft al veel... Hij scoort altijd, Witzel. Hij heeft gescoord ook tegen Villarreal in de competitie, vorige week. Maar die Duranville, die hebben we ook kunnen interviewen. Egon van Nijverzeel is bij hem langs geweest in Tubeke. En ja, het is een jonge kerel. Hij ziet het wel zitten met Dortmund dit seizoen. Je pense que ça va être un match compliqué, mais franchement, je crois qu'on peut le faire. Je crois qu'on peut aller loin avec cette équipe-là. Ouais, vainqueur. Pour moi, vainqueur. Hein. Ou au moins finale. Mais je pense vainqueur, vraiment. Moi, je suis tout le temps prêt. Hein. Si le coach me met, voilà, je veux donner le maximum réellement. La meilleure chose que je peux apporter, moi, je dirais, je pense sur le terrain, énormément de créativité. Et en dehors, et même en fait, sur aussi... De la joie, j'essaie vraiment de pouvoir apporter une joie. Stekelijk, wat hij zegt. Het is een jonge gast, 17 jaar. Ah, ik wil vreugde brengen. Ik ben er klaar voor. Dat is mooi. De ambitie. Goed, dit seizoen is toch een beetje voorbij voor hem. Dus hopelijk kan hij fit aan het nieuwe seizoen beginnen en zijn talent laten zien. Het blijft wel een unieke speler. Hè. Met de nationale belofte viel hij in tegen Malta. Ja, wat hij kan op de korte ruimte, qua versnelling, dat is Doku. Ja. Ja, nee, dat is een heel groot talent. Hè. Dribbelvaardig, snel. Misschien nog wat overzicht missen. Op dat vlak kun je hem inderdaad ook helemaal misschien vergelijken met Doku. Heeft af en toe ook nog een keer dat probleem. Amuzu-achtig. Maar niet helemaal. Ja. Hè, maar die past ook een beetje in dat rijtje, vind ik. Zat hem toch hoger in, denk ik. Nee, ja, ik weet het wel, maar hij komt ook van Anderlecht. Ook snel, buitenspeler. Dus wat dat betreft is dat een beetje hetzelfde rijtje. Maar wat je zegt, klopt. Hè. Hij is zelf ook ervan overtuigd trouwens dat hij nog veel werk heeft, veel manieren om te verbeteren. Hij zei er dit over. Il y a encore énormément de progrès à faire. Je pense déjà à l'endurance, énormément. Puis peut-être aussi le calme au ballon, parce que... Voilà, quand t'es jeune, tu veux tellement prouver que c'est tout un peu des fois brouillon. Même si on peut voir ce que tu veux faire, des fois c'est brouillon. Et là, je sais que de plus en plus, ça devient de plus en plus clean. Les choix aussi deviennent de mieux en mieux. Zegt hij erover. En zo kan je hem eigenlijk wel het beste omschrijven. Hè? De bliksemschicht, zo wordt hij wel eens genoemd. Ik vind dat hij wel verstandige dingen zegt voor een 17-jarige. Ja, op zijn manier. Op zijn manier. Maar je ziet nog de jeugdige onschuld die er nog in zit. Zo is het maar goed ook, zou ik zeggen. Ja, veel mediatraining gehad. Ja, maar ik denk niet dat Dortmund de finale gaan spelen. Laat staan de Champions League winnen. Maar dat optimisme is mooi. Ja. Ze spelen nog tegen Leipzig, hè, onderling duel voor de Champions League plaatsen. Het zou straf zijn dat Dortmund de Champions League niet haalt. Hè. Stuttgart gaat dat doen. Leverkusen is erbij natuurlijk. Het is Leverkusen is er al wel eens vaker bij geweest in de Champions League. Maar Stuttgart is daar nu ineens een verrassende derde. Dus dat maakt dat er iemand niet gaat die Champions League halen. Misschien kan Bayern nog helemaal onderuit tuimelen. Huh? Stel je voor. Er zijn nog 6 wedstrijden. Ja. Ik heb niet de exacte stand. Nee, maar ik denk dat ze nog wel wat... Het is een kloofje met plaats 4. Ze hebben nog wel wat marge. Natuurlijk. Ja. Stuttgart niet, die staan ernaast zeker. Of evenveel punten of een puntje minder of zoiets. Ja. Ik heb hier de stand bij. Bayern heeft 60 punten, Stuttgart ook 60. Maar Leipzig en Dortmund staan op 7 punten. Er zijn nog 18 punten te verdienen. Ja. Ja, maar er is geen halvering meer. Als je struikelt, kan je gaan vallen. Hè? Ja, als je struikelt, dan raak je niet recht. Als je van Heidenheim verliest, kan je van iedereen verliezen. Dat is waar. Nee. Oké, dus Peter, ook voor jou, Atletico,
En Simeone. Jawel, jawel. Halve finale. Ik zou zeggen, een halve finale Atletico Barcelona. Dat roept ook herinneringen op aan lang vervlogen tijden toen we nog. Dan moet Barça maar scoren op de counter. Maar ondertussen is hij daar toch niet zo vies meer van als. Dat is waar. Als vroeger heb ik de indruk. Want dat heeft Barcelona toch ook al wel vaker gedaan. Goed, ik wens jullie veel plezier deze week. Safe travels. En in de studio zijn we er natuurlijk ook bij 7:15, zowel op dinsdag als op woensdag. De Multilife, de 4 kwartfinales, de heenwedstrijden daarvan, zijn allemaal live te zien bij Pixsports. Tot morgen.